Grill. Yo boys, tof jullie kijken deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Fortnite. En jongens, dit is een aflevering. Ja, oké, kom even niet uit mijn woorden. Oké, jongens, ik zit hier op Fortnite vanwege de nieuwe update die er is. Let's go, jongens. Kijk, er is een nieuwe update zoals je ziet. Er is compleet kerst. Het is een volledige kerst hier op de achtergrond zoals je kan zien. En het is super sick, want er zijn ook nieuwe dingen toegevoegd. Dus zoals je kunt zien, ik ben weer level 1. Ik was level 45, dus ik ben pittig hard genaaid. Maar ik ben nu level 1, maar ik denk dat dat zometeen wel weer anders komt. Of verandert. Vanwege dit. Dit is nieuw, de Battle Pass. Ik heb geen idee wat het precies is. Maar als je level 2 wordt, dan krijg je, kan je dit doen. Dan kan je gewoon alleen maar gezichtjes tegen de muur aan smijten of zo. Ik weet niet wat die doet. Maar dan kan je dit doen of zo. En dit kan je maar unlocken. En dit. En dan gaat het alleen maar door. Dus ik heb geen idee wat het precies is. Misschien heb ik het nou wel fout. Maar als het goed is, kan je dit gewoon unlocken als je level 2 bent, volgens mij. Want hier staat 1 is niks. En level 2 is dit. Dus ik denk dat je op level 2 dat unlockt. En bij level 5 dat je dan even gaat zwaaien of zo. Dus dat is weer nieuw in. Wat is dit? Push. Nee. Ik ga niks kopen. Sorry. Maar dit is in ieder geval iets nieuws weer. Wat er nieuw is. En dat is leuk. Locker. Is ook weer helemaal veranderd. Nu kan je dansjes aanpassen. Dus als je een ander dansje hebt of zo, kan je dat sowieso aanpassen. Dan staat dat hier ergens of zo. Dan heb je een nieuw dansje. Wat je eigenlijk volgens mij hier ergens mee kan verdienen of zo. Want kijk, als je dit hebt, deze. Als je deze hebt geunlocked, komt hij hier. Dan kan je hem dan hier aanzetten bijvoorbeeld. En dan staat hij hierbij. Oké, dus dat is iets nieuws. De winst, zoals je hier kan zien, dat is nog steeds hetzelfde. En ja, om te kopen is het ook nog steeds hetzelfde. Maar jongens, er is een nieuwe gekke update. Dus jongens, ik ga even een lekker potje starten voor jullie. Met misschien Stefan erbij. Maar Stefan is in één keer vet random gejoined. Dus jongens, ik zie jullie zo meteen in de Fortnite game. Dus let's go. Nou boys, we zijn weer in het potje. Nou, we zijn in de lobby aangekomen. En oh mijn god, je staat in huge ass freaking cash room. Nou, we zijn met Stefan hier, want ik zei net, Stefan kwam me joinen, dus hallo Stefan. Yo. Hey, kijk eens naar die bus die er staat. Ja, die bus is ook... Die bus, jongens, kijk deze bus. Die bus is al geniaal, die zit alleen maar met gekke lampjes. Jongens, dit is echt sick. Van de kerst. Holy shit! Holy shit! Kijk deze kerstman! Holy shit, jongens! Geef even een like voor deze kerstman hierboven. Oh mijn god, jongens, kijk deze kerstman. Oké, Stefan. Oké, we gaan allemaal even. Ik ga allemaal laten zien wat er allemaal nieuw is. Er is ook een nieuwe sneeuwbalweapon uit, dus dat was ik even vergeten te vertellen in het intro, maar die is er ook. Waar gaan we eruit gaan, Stefan? A Pleasant Park? Gaan we ook nog even een leuk potje neerzetten? We zien helemaal niks op die bloem. Nou, ik ga naar Pleasant Park, jongen. Woehee! Let's go, jongens. Ik ben benieuwd hoe dit potje gaat. Misschien wordt er gelijk afgeknald. Dat zou heel zonde zijn. Er is ook een nieuwe kanon trouwens. En in plaats van de grenade launcher hebben ze daar een sneeuwpoppen launcher van gemaakt. Maar jongens, ik hoop in ieder geval dat we de sneeuwbalweapon kunnen krijgen. Heb je hem al in je handen gehad, Stefan? Waar ik een nieuw wapen? Ja, de sneeuwbalweapon. Ja, die heb ik aan mijn handen gehad, ja. Ligt die veel ergens? Ligt die veel of niet? Weet ik niet. Ik heb pas één keer. Maar die staat trouwens een huge kerstboom in de kist. Oh mijn god, alle dingetjes. Oh, de struikjes zijn kerstlampjes. Dat is lachen, jongens. Oké, let's go. Oké, ik heb nog geen sneeuwbalweapon, jongens. Drie kisten zelfs. Holy shit. Lekker boy. Oké, dan gaan we even kijken hier. Oké, dit is een dikke kat. Dit is een dikke. Nee, Stefan krijgt toch een banaan. Floris, ja, maar ik gaat niet goed. Ja, maar Godver. Nee, ja, maar. Nee, ja, als je nu wordt afgeknapt, vind ik zo triest. Ja, ik dood waarschijnlijk hoor. Nee! Oh, wat een flikker, jongen. Ik zit bij waar die kerstboom, ik raak hem vol. En die kerel. Gewoon met een fucking AR. En hij met zijn suppress. Met zijn sarres. Ja, maar ik wil even mijn huis verder looten, man. Gewoon ja, meteen alweer, hè? Je gaat ook gelijk midden van de map, man. Nee, ja, maar dat was een van de andere keer, want die had geluk dat hij een silence gun kreeg. Ik deed alles voor, ik zo'n paar niet op. Ik ging gewoon niet dood, dat is echt nice, dat is echt een... Ja, ik heb een fucking AR, een AR tegen een fucking silence gun. Ja,
dat is een beetje goed. Terwijl dat ik begon met schieten. Wat dit ding nou zo? Oh mijn god, het E-systeem werkt ook weer helemaal lekker. Oké, nou, het is wel weer goud dit. En ik heb een goud. Oh kak! Oh god. Oh, sorry. Oh kak. Zij ga je dood. Nou jongens, we zien potje nummer 2. Kijk, dan wel het sneeuwbalweppen. We gaan jongens, totdat we het sneeuwbalweppen hebben. Dus jongens, ik zie jullie zo meteen in potje nummer 2. Nou boys, we zijn weer in het tweede potje aangekomen. We gaan weer in met een dikke kerstman. Nou, met een dikke kerstman hier bovenop. Nou, we gaan weer lekker de tweede potje starten. Kijken of dat we nu wel keiharde winst kunnen pakken misschien. Hey, ik dacht al, wat voor muziek hoor ik, maar dat is een bus. Ja. Oké, zullen we zo springen? Nou, kom ergens heen. Ik weet niet waar je heen wilt, maar... Nou, zullen we gewoon Salty Springs proberen? Oké, oké. We gaan gewoon eventjes keihard onderuit. En mijn geluid glitst een beetje, boys. Dus, Maar dan moeten we wel als eerste daar een beetje aankomen proberen, anders zijn we fucked. Ja, dan gaan ook heel veel mensen naartoe, als kak. Oh shit, son. Oi. Ja, nee, je gaat nog niet allemaal naar hetzelfde huis. Dan mag ik het. Nee. Oké, je zit in een huis. Ik zit in een huis. Maar iemand zit wel boven mij. Oh. Dit gaat niet goed. Nee, ze hebben mij geen wapen gegund. Vuile, vieze. Oké, ik heb een handgun. Die kerel komt er even aan. Ja, maar jezus, jongens. Ik ben dood. Jongens, misschien weer meteen in het derde potje, maar dit is natuurlijk... Ja, je bent dood. Jongens, deze spans, ik zweer het je, deze hebben we zo vaak, deze spans. Dat wil je niet weten. Dus ik zie jullie zo meteen wel in het tweede potje. Ja, het is goed. Nou boys, dan zijn we dan weer in het derde potje helaas. Het wordt gewoon niet gegund, het derde potje. Maar we zijn weer in het derde potje aangekomen met Stefan natuurlijk weer. Ja, we zijn even lekker aan het gliden en we gaan eens even kijken of dat dit wel een mooie spawn wordt en dat we wel mensen kunnen killen en dat we wel een beetje ver komen. En dat we wel het sneeuwbalweppen kunnen krijgen. En boys, Steven had zo net even het sneeuwbalweppen en wat ik zag was dat het sneeuwbalweppen niet gelijk afgaat. Het is eigenlijk een enorme sneeuwbal wat eruit komt. Zo ploep. Het is eigenlijk een soort van grenade launcher. Maar dan in sneeuwbalvorm. En dat is gewoon echt pure schijt. Al ligt hij binnen. Want dat duurt echt heel lang voordat hij ontploft. Maar ik hoop dat wij hem nu zelf kunnen krijgen. Uit deze mooie chest. Oh, krijg je wel een AR? Mag hij binnen? Ah, er ligt een slurpjoep binnen. Ik dacht dat iets legendarisch was. Ben jij bij mij? Jij bent niet bij mij, hè? Ik ben niet bij jou. Ja, dat is kak. Moet ik naar je toe komen? Nee. Ja, misschien wel. Oh, laat maar. Nee, hoeft niet. Ik heb een blauwe tactical. Oh, nice. Moet je niet doodgaan, hè? Nee, maar als ik... Hij loopt boven mij, die kerel. Oh, god, ik heb een blauwe jar nou. Ik heb ook een groene jar, die wil ze dadelijk. Volgens mij loopt hij bij mij, boys. Nee, ja, weet je, maar ben je een groene jar? Oh, god, ik heb een scheef ook. Ja, kom maar aan. Hoppakee. Wat de fuck? Ik was echt super scheef. Hij had niks, man. Hé, hey, hier, ik heb blauwe jaar voor jou, blauwe jaar. Kom. Oeh, dat is zo van huis. Ik bedoel blauwe, ik bedoel groene jaar. Ik weet niet of je die wil. Ja, ik heb grijze jaar. Ja, ik heb geschoten. Kom snel naar mij. Ah. Oké, dan gaan we eens even kijken. Look at this, komt ie. Oké. Kom. Ik heb nog iets voor jou. Kijk hier, wacht. Komt ie. Wat. Oh, dat is wat je al, boys. Trouwens, ik weet niet of dat die volgende week uitkomt of dat die nu al uit is. Maar er is ook een nieuwe slurp juice of zo. Dat is een klein blauw drankje. Die komt nog uit volgens mij. Ja, dat dacht ik ook. Jongens, als je weet hoe je een trap vervormt, dat is zo dus. Ah, zit vast. Oké, let's go. Oh. Je zei dat mensen eraan kwamen of niet? Of je werd beschoten, maar... Weet niet. We moeten wel even een eindje lopen naar de cirkel, maar... Geen van een kamp, dat komt redelijk goed. Wacht, zullen we even hier kijken? Gewoon. Kijk. Ja, ga daar maar uit. Hier zijn volgens mij wel mensen boven geweest. Oh. Wauw. Oh, bouw zo'n heel klein miserig trappetje daar. Dat is echt onzin. Wow. Ik dacht misschien kunnen we daar even in kijken, maar dat doen we blijven dus niet. Ja, hier is die man. Oh, Steven, je ziet mij neer. Oh, ik heb hem, wacht.
En hier is een blauwe tactical. Ik weet niet of je die wil, maar... Ja, die heb ik al. Geen bannetjes voor mij. Ja, je schoot mij de hele tijd neer. Kerel, die schoot mij de hele tijd neer, man. Granaten. Hey, gast! Ik heb die granaten. Ik heb in ieder geval de kill erbij, dat is ook nice. Ik heb 2 kills. Als die kerel deze deur nou open doet, ben ik gelijk fucked, jongens. Oh. Overigens, wist je dat die granaten ook een beetje veranderd, hè? Het uiterlijk ervan. Moet je kijken. Hier. Dat is... Dan moet je ze even in je inventory hebben. Oh ja, die zijn ook veranderd, ja. Ja. Alsjeblieft, kijk eens. En je ligt nog, heb je nog... Hier, kijk eens aan. Je hebt nog een beurswapen voor jou, als je wil. Ja, meenemen. Meenemen. Dus, maar ik heb nu 3 dingen blauw en ik heb 1 ding groen. Ik heb 1 ding groen, 1 ding blauw en 1 ding grijs, maar dingen ga ik gelijk uit mijn ding wegkukelen. Hey, ik heb een blauwe jar, ik heb een blauwe shotgun, ik heb een blauwe sniper en ik heb een groene jar beurs jar. Lekker jongen, lekker. Zeg maar wat, en ja, granaten natuurlijk, hè. Zullen we even op dat huisje kijken en dan zullen we dan gaan? Ja, gaan we eventjes als terrorist naar binnen of gaan we... Ja, gewoon terrorist. We gaan gewoon... Boom! Nee! Oh, hier, deze huisje is nog niet geloot. Oh mijn god, ik krijg een snipertje. Lekker, jij hebt allebei sniper. Oh, en nu heb ik ook slurp juice. En jongens, we hebben weer full 100% en 75%. Hey, Floris, kom eens naar beneden. Ik heb jou een blauwe tactical. Nu heb ik een paarse tactical. Kom naar een blauwe tactical. Ja, helemaal beneden ligt een blauwe tactical, hè? Ja, maar dat heb ik al. Oh, nu heb ik een paarse tactical. Ja, die matbox wil ik wel even meenemen. Ja, ik word trouwens in een kist, hè? Ik weet niet, want die vergeet je zwaar. Daar, een kist. Wat zit hierin? Dat is een beurs, heb ik. Ik weet niet of die wil. En bannetjes trouwens. Tegen bannetjes. Bannetjes? Nee, hoeft niet. Nee? Oh, je ligt een blauwe tactical. Ja, ik was op zich wel meenemen, want ik heb helemaal niks om te reviven. Alleen het probleem is, ik moet kiezen of ik doe mijn granaten weg. Ja. Of ik moet mijn beurswapen weg doen, maar ik kan op zich wel lekker richten met mijn beurswapen. Ja. En met mijn jar. Jongens, nu hebben we tenminste wel een chill span, dus dat is let's go. Dat is gewoon een duimpje omhoog waardig als jullie dat willen doen, als jullie deze video leuk vinden. Eén keer schieten met sniper en een pang, dood. Oké, volgens mij is nog steeds even volgens. Wat? We gaan proberen hele mooie sniper kills te maken. Ook als ze. Ja, volgens. Ja, sorry, ik ben aan de gaten vergeten. Oké, zullen we allebei schieten? Oké, ja. En daar kun je zo zwaar mee schieten met dat ding, wacht maar. Ja, ik heb wel granaten. Oh, die keer hebben we weer gehaakt. Waar staat hij? Oh mijn god, nou rot op! Die kerel zit achter die boom! Rot op! Ik ben weer dood! Wat is er voor kut? Jongen! Wat is dit? Die schiet ze altijd vol, hè? Die kerel is gewoon net recht in mijn richtpunt. Ik deed gewoon damage met blauwe jaren en hij staat steeds leven. Wat hoor ik allemaal voor een gekke dingen? Rennen. Hoe kun je ze wel hebben? Volgens... Ik geef zoveel damage, hè? Hoe kan dat? Met een blauwe jar. Ja, die was van mij. Dankjewel. Hoe kan dat, man? Wat is dit? Oh, steeds van je hebben weer los van. Nee. Oh, die gast hadden veel ammo, gek, holy shit! Nee, maar dat bedoel ik, maar het... jongens, sneeuwbalweapon! Sneeuwbalding! Wat moet ik leveren? Ik ga mijn bandjes leveren. Ja, jongens, moet je eens kijken! Ja, nou hebben we deze erbij. Moet je schieten. Jongens, kijk, dit is de nieuwe sneeuwbalweapon, let's go! Ik weet niet hoe het eruit komt. Oh, kak! Oh, jongens, we zitten keihard in de cirkel. Oh, nee, ah, Tanja. Maar jongens, zo schiet die! Hey, daar hebben we onze grote sneeuwballen smiley. Wacht, oké, jongens, allemaal even stil. Oké, wacht. Oké, nu ben ik benieuwd naar het geluid. Ja, ik hoor het geluid namelijk. Wat dat hoor ik dus? Nice, dat is lachen. Ja, precies. Oké, jongens, ik heb 2 mensen juist gerekt, dus ik heb 4 kills. Ik vind het wel knap dat ik 2 mensen keihard heb gerekt. Je gaat wat damage krijgen, maar ik weet niet hoe ver je stuk nog is. Ja, pittig ver. Oh, dan ben je wel fucked. Nou, dat valt er wel mee. Je moet alleen voorbij Salty Springs. Ja, je had alleen eerder moeten rennen, boys. Je hebt de first aid kit, dus ja. Ja, dat sowieso. En we hebben genoeg hout. Ja, daarom. Dus als je daar bent, ja, zou ik aan de ene kant wel bouwen, maar een beetje uitkijken of je plek verhalen. Dat wil je ook weer niet. Dat is ook weer geruk. Maar ik ben benieuwd hoe ver we komen, want ik zit nog 26. Dus eigenlijk 25 man. Ik denk dat jij tot rond de 75 hield. Nee, 60 of zo. Denk ik. Oh, is ook iemand dat weet dat je. Geen 75, denk ik 70. 70 hield. Nou, nee, dat zelfs ook helemaal niet. Ik denk 68. Nee, laat maar. Oh, 70! Oh, 69. Ik zei 68 en jij zei 70.
68 zeker. Ja, dus ik zit in de buurt. Ja. Okay, let's go. En dan moet ik weer een kak eindrennen. Maar ik ga eerst even hieronder lekker zitten. Ga ik eerst eventjes lekker bandetje. We gaan even lekker bandetje en dan weer lekker om het leven. Ik ben zo van de first aid kit. Ja, first aid kit bedoel ik. Ja, het is af en toe eventjes wennen. Ja. Wennen. Steven, ik heb deze sniper meegenomen. Ja, vanwege, dan kan ik een beetje op lange afstand blijven sprayen. Ja, daarom. Alleen het probleem mij was, hè. Ik was zo geneigd. Want jij zag alleen die mensen, ik snipe en ik ga erop af. Komen ze allebei tegelijkertijd lopen. En die andere teammate, die kwam er ook achter me aan. En die kerel waar ik op eerste instantie aan het schieten was, die liep achter de boom. En ik moest daar langs eigenlijk. Maar dat was de andere teammate. Ik denk, dat kan ik niet doen. Dus ik op zijn teammate sprayen. Toen kwam hij eraan. Die blokte letterlijk. Voor mijn richtpunt is, ik doe damage met een blauwe AR en gaat gewoon niet dood. Ik schiet 2 of 3 kogels in zijn lichaam en gaat gewoon nog steeds niet dood. Ja. Dat ik hem daarvoor ook nog had geraakt, of nou, 1 of 2 keer. Gaat gewoon niet dood. Deze bosjes zien er wel gezellig uit, moet ik zeggen. Ja, maar ja, weet je, het probleem is dat ook een kunnen campen nou. Ja, dat is echt een beetje keihard. Dat is een beetje bang, dus gewoon bang. Ik weet niet wat ik ver gekomen, boys, maar we hebben in ieder geval het sneeuwbalweapon, dat is nice. Dus het sneeuwbalweapon is er ook weer bij. Dus in ieder geval weten we hoe de sneeuwbalweapon schiet. En dat is in ieder geval waar ik deze video van wilde maken. Dus in ieder geval, we hebben het sneeuwbalweapon, dus als we niet ver komen, zo beheerd, weet je wel. Maar we hebben in ieder geval wel onze mooie... Haber, zit iemand snijk op die berg? Ja, nee, misschien nog wel. Ja, maar ik denk dat hij op de berg zit, hoor. Zo ongeveer. Ja, dus, en rechts zit hij, rechts. Ja, daar op, ja. Misschien erop of erachter. Of daarvoor, eerlijk gezegd. Oh, what the fuck. Oh, mijn god. Ga ik hier al snipen? Wacht, ja. Boys, het gaat niet goed. Shotgun. En dan recht naar beneden nu. Waar ben je nou? Oké. Oh, precies. Ik kan net zeggen, die kun je altijd... Oh, hij heeft altijd een gun als jou. Als jij. Let's go. Zo, leftjes... Oh, jongens. We gaan hier even healen. Oh, dat is weer kak natuurlijk. Weer oh dit, ja, hè? Shit, komt er aan. Ah, kak, sorry. Oh, we zitten kei dicht bij het cirkel. Dus, ah, oké. Okay. Rustig! Oh, tering, het is weer kak. Het is weer scheefheid als de max. Trouwens, kijk, hij heeft een legendary. Zal ik wel even pakken. Sniper. Hij heeft een legendary sniper kill. Dat legendary. Oh ja, die zal ik dan wel even pakken. Ja, want jij hebt daar de paarse nou van. Maar ik denk, nou, neem dan ook die legendary meteen mee. Ja, oh, die zit ook nog meer ammo in ook. Let's go. Ja, precies. Nou. We hebben weer lekker veel... Even kijken, nee, dat zit helemaal beneden, want die schoot is... Ja, daar staat hij. Daar staat hij met tweeën. Oh. Die andere, die stond stil daar. Ja, die kan stil. Oh. Die was raak geweest. Tering. Die was raak geweest. Hé, maar hun moeten naar mij komen, of niet? Nee, jij moet eraf. Jij moet daarin, ja. Waar hun zitten. Oh ja, kut, sorry. Wacht, loopt hij nou? Nee, eentje verder. Ja, maar ik zit in een cirkel. Ja. Nou, zal ik hem wel een dikke borst wezen. Ik ga even hier naar beneden. Hij ligt op de grond rechts. Wat rechts? Nou, dat is een scope tegenhanger. Er liggen zich ook mensen. Er wordt zoveel gesniped hier. Ja, precies. Ja, ik moet uitkijken voor die gasten, hoor. Want die gasten komen zo meteen op mijn pushen. Dat weet ja, ik dan zou ik even je shot kunnen reloaden. Als je... Oh, kak. Ik doe... Ah! Oké, okay, even alle... Ja, jongens. Ik ben geen PC-gamer, weet je dat? Onthoud dat. Wacht, ik ga gewoon snel even een beestje bouwen, weet je. Nou, dat zou ik even gezegd niet doen. Dan weet je precies waar je zit. Ja, ik krijg het erin. En het woord is niet zo slim, eerlijk gezegd. Maar ja, er zit achter een gebouw. Ik zou hier naar boven bouwen, een trappetje dan wel. Ja, we zijn ook gevecht met iemand anders in een gevecht. Dus ik zou campen. Hoe zou campen? Ja, kijk, daar liepen ze. Waar liepen ze? Nee, achter dat metalen ding. Ik zou heel rustig lopen. Ja, precies. En dan zo lopen, ja. Verderop zit ze ook, niet beneden zit ze ook. Kijk, daar achter de boom. Achter de boom wordt de spul opgepakt. Zie je? Ja, ik zie je. Oké, hier is er niemand meer achter. Sniper pakken. Oké, ja, zitten met z'n twee. Pak wel die sniper, er staat gewoon stil die kerel. Waar? Ja, bij dat hout daartussen, de Guvie. Richt nou maar, ja, daar. Daar. Oh, kut. Oh, nee, ik krijg jij. Nee, niet bouwen! Oh! Ze is toch niet waar je zaad? Oh, ja, nou hoor als nu dat er gebouwd wordt. Ja, precies, dan word je afgevuurd. Slimpy. Ze wisten totaal niet waar je zat. Oh jee. Oh, dat is echt niet slim. Jij gaat echt bouwen op de verkeerde momenten, juist. Ja, dat weet ik. Oh.
in plaats van staan op je cirkel en je hebt nog een paar seconden. Nu ben ik een gas in denken, wat de fuck? Doe het first aid kit ofzo. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh god. Wat doe je nou? Bodan, Bodan! Die kerel komt onder je, onder je. Achter je. Ja, oh, die gaat zo boven, oh kak! Wacht jongens, ik ga dit ding gebruiken. Oh je, nee! Nee! Dood! Nee! 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 Ik ben niet dood, ik nog lang niet, ik wil nog niet, ik wil nog niet dood! Nog lang niet, nog lang niet, ik wil nog niet dood! Nee! Ja, je bent dood. Ajoe. Ja, ik ben dood. Ja, kak, sorry jongens. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurde. Oh. Ja, dat was een team van twee. Als jij hierbij was, hadden we ze misschien nog gerekt. Maar dit was niet te doen, man. Ah. Ja, misschien wel hoor. Jij bent ook wel goed hoor. Maar was in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef dat zo'n chat van like. We hebben het nu al een sneeuwbal bij getest. Die andere kills waar je op aan het focussen was, links achter je een beetje. En ja, hier. Ja, dat is ook een beetje. Ik werd weer een sandwich. Ja. Hé, hey, maar wat van. Maar welke kleuren kunnen die dingen allemaal worden? Weet je dat? Ik heb een paars gezien ervan. Ik denk ook een oranje gewoon. Dus ik denk. Het is hetzelfde als ik beneden. Oké, maar ik denk dat oranje, deze. Ik denk dat deze oranje, paars en blauw kan worden. Wat denk jij? Dus even, welke kleuren denk jij dat het kan worden? Ja, je valt weer weg af en toe, dat is echt Oh. Nee, maar welke kleuren denk je dat ik kan worden? Of wat ik wat ik kan worden? Ja, weet ik niet. Wat een snowballwerper kan worden. Nou, ik denk jongens, ik denk gewoon paars, blauw en goud. Dus dat weet ik in ieder geval ook weer. Maar we hebben de snowballwerper getest, dus lachen. En ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Dus ik zie jullie bij de volgende video weer. Misschien weer met Stefan. En ja, let's go. Jongens, tot de volgende keer. Later.